Geachte aanwezigen, welkom bij deze academische zitting waarop professor Smit haar leerstoel oncologische chirurgie, in het bijzonder de mammachirurgie, zal aanvaarden. Mijn naam is Stef Kremers, ik ben vice-decaan van de faculteit Health Medicine and Life Sciences van deze universiteit en prorector bij deze academische zitting. Voordat ik deze introductie geef, vraag ik altijd even rond in het netwerk van degene die de reden gaat geven. Of er nog wetenswaardigheden zijn die ik in ieder geval niet over het hoofd moet zien bij een praatje zoals deze. En bij het netwerk van Marjolein had dat rondje een curieuze opbrengst. Gemberthee, appels en kikkers. Ik neem u even mee door dat rijtje. Bij die eerste term, gemberthee, valt, als je met haar collega's praat, zelfs de term verslaving. Professor Smit is zodanig gehecht aan deze groente dat de schijfjes die eerst het thee-extract verzorgen, daarna nog opgegeten worden. A gember a day keeps the doctor away. Of a ginger, is dat dan, hè? Als je het goed Engels doet. Ik weet niet of dat waar is, maar over appels wordt dat in ieder geval wel gewaardeerd en beweerd. En professor Smit gaat die uitspraak in de nabije toekomst kritisch bestuderen. Misschien gaat ze daar in haar reden zo meteen meer over vertellen, maar haar appelstudie heeft de media in ieder geval al heel goed weten te bereiken. En overigens is dat ook een van de kwaliteiten van Marjolein. Ze houdt haar kennis en studies niet verborgen voor het publiek. Sterker nog, ze is in het land een veel en graag gevraagde gast, spreker op congressen en symposia. En ze besteedt daarnaast ook veel tijd en energie aan het bereiken van de maatschappij. Dat doet ze dan via social media, krant, radio, podcast en tv. En die bevlogenheid rondom het communiceren van wetenschappelijke bevindingen en het creëren van impact buiten en binnen de politieke arena, dat waardeer ik enorm. De impact van haar leerstoel wordt daarmee namelijk nog groter, bovenop de excellente klinische zorg die ze levert. En dan hebben we nog de kikkers. Marjoleins motto, geïnspireerd door de schrijver Mark Twain, is als volgt: Eat the frog. En daarmee bedoelt ze, als je elke dag begint met het eten van een levende kikker, dan zal de rest van de dag in ieder geval gemakkelijker zijn. Oftewel, begin de dag met taken waar je het minst zin in hebt. Vandaar ook dat deze sessie aan het einde van de dag is gepland. Ik hoop dat je vanochtend een lekkere kikker hebt geconsumeerd, Marjolein. En als dat zo is, dan kunnen wij ons opmaken voor een hele mooie inaugurele reden. En ik geef daarom graag het woord aan professor Marjolein Smit voor haar inaugurele reden getiteld Even goed met minder. Nou, allereerst welkom aan jullie allemaal. Aan de prorector, lid van het college van bestuur, lid van de begeleidingscommissie, een heleboel collega's, vrienden, familie, toehoorders online en hier. In het kader van Evengoed met Minder begin ik met mijn baret af te zetten, zodat ik in ieder geval niet oververhit raak. En in het kader van een klein beetje meer zet ik een bril op. Evengoed met Minder. Nou, waar gaat het nou eigenlijk over? Het is eigenlijk al jaren de basis van alles wat mij drijft als oncologisch chirurg. Waarom? Omdat juist in de oncologie eerder behandelingen worden toegevoegd dan dat er iets afgaat. Terwijl in het licht van de gebruikelijke package deal een operatie, bestraling en behandeling van het lijf soms nog lastig vast te stellen is wanneer en of een nieuwe behandeling nog iets toevoegt. In het eerste deel van mijn oratie gaat er dan ook over hoe we met ons onderzoeksteam, want onderzoek doe je niet alleen, dergelijke minder vragen proberen te beantwoorden.
Maar evengoed met minder gaat over zoveel meer. Over hoe we doorgeslagen zijn in het perfectioneren van onderzoek. En ook in de zorg kan het vaak. Evengoed met minder. Hoe lastig dat ook is. Ja, dit plaatje van de Titanic zat er al in voor de hele hijsa van de week. En ook over de dramatische impact. Het tweede deel van mijn oratie gaat over de dramatische impact van ongezonde leefstijl. Geschat wordt dat ongeveer 50%, of tenminste 50%, van alle zorgvragen leefstijl gerelateerd is. De huidige toename van ongezonde leefstijl leidt dus tot een immer stijgende zorgvraag en kosten. En dit opgeteld bij het gebrek aan handen aan het bed levert een doemscenario op dat vergelijkbaar is met de ondergang van de Titanic. En dat al in 2040. Mind you, dat is maar 17 jaar vanaf nu. Waarom het mij raakt? Omdat een ongezonde leefstijl ook verantwoordelijk is voor de toename van diverse soorten kanker en dementie. En omdat ik van dichtbij de ellende van beide zie. En vanuit beide perspectieven kunnen we wel met minder patiënten. De schildwachtklier. Ik denk dat veel mensen mij wel eens over een schildwachtklier hebben horen praten. Dat is als er borstkanker is, dan is de schildwachtklier de eerste klier in de oksel. Nou, hoe het ooit begon met minder. Ik ben ermee opgegroeid. Het begon in de tijd dat ik als oncologisch chirurg in opleiding was. En minder binnen de oncologische chirurgie en de borstkankerchirurgie heel erg hot werd. Een voorbeeld. Jarenlang werden bij alle borstkankerpatiënten werkelijk alle okselklieren verwijderd. Giuliano, een briljante professor uit John Wayne Cancer Institute, onderzocht of het verwijderen van alleen de eerste klier voldoende was. Dat bleek zo te zijn. En later bleek zelfs dat als er een uitzaaiing in die klier zat, dat alleen het weghalen van de eerste klier ook voldoende was en de vervolgoperatie eigenlijk niks toevoegde. Na deze studie was er ruimte voor minder en startten wij met een enorme groep de BOOG 1308-studie. Deze is de studie onderzocht of als er bij onderzoek geen uitzaaiing in de oksel waren, dus bij echolichamelijk onderzoek, we de schildwachtklier niet gewoon ter plekke konden laten. En waarom dat belangrijk is? Omdat geen enkele behandeling zonder bijwerking is. Dus al is het verwijderen van de schildwachtklier ogenschijnlijk een hele kleine operatie, toch zijn er patiënten die er veel klachten aan overhouden, zoals in deze foto. Denk aan een dikke armen, stijvere schouder. En een deel van die klachten is tijdelijk, maar een deel gaat niet over. Onze uitkomsten volgen in 2025. Maar de eerste resultaten van een boogverwante studie, de Italiaanse Soundstudie, kwamen al binnen op St. Gallen Symposium dit jaar. En het achterwege laten van die schildwachtklier werd gepresenteerd door Gentilini, blijkt geen impact te hebben op terugkerende ziekte en zelfs niet op de overleving. En het bleef niet bij deze ene studie. We keken ook hoe het zat bij borstverwijdering en een schildwachtklier met een uitzaaiing. En hier zagen we dat er bij de oudere patiënt in een slechtere conditie vaker minder okselbehandeling gegeven was. En dat helemaal geen gevolg had voor de overleving. Dat noemen we gewoon bijzonder gepersonaliseerd behandelen. En we kijken ook en keken of we met beeldvorming beter kunnen inzetten, bijvoorbeeld met artificial intelligence. De afdeling radiologie van het MUMC installeerde als eerste Nederlands ziekenhuis een PET-MRI. Twee apparaten in één. En er werd aangetoond dat één PET-MRI-onderzoek net zo goed was als een losse PET-CT en een MRI. Maar dat het de patiënt wel ziekenhuisbezoeken en tijd bespaarde. Mooie ontwikkeling dus. Ja, en om het nog bonter te maken zijn we druk bezig met te onderzoeken of de samenstelling van darmbacteriën, ja echt gewoon poepbacteriën, of die invloed heeft op de bijwerkingen en de effectiviteit van chemotherapie. En de volgende stap is natuurlijk of een aanpassing van die darmbacteriën in die poep door bijvoorbeeld iets anders te eten kan leiden tot minder bijwerkingen en meer effect. Hier kan ik nog net geen resultaten van laten zien. We willen wel alvast een algemene bevinding geven. Die darmbacteriën die zijn dus gewoon dol op groentes, dol op appels en alles wat knap zegt als je er een bijt. Dit is slechts een samenvatting van een beperkt deel van ons onderzoek in de lijn, evengoed met minder. Ik heb de risos, Minimax, deze studie, et cetera, niet eens toegelicht. Ik vond het een hele lastige keuze, maar ik wilde jullie meer laten zien in deze beperkte tijd. Evengoed met minder, in onderzoek en zorg.
Het voorgaande wat ik heb laten zien, dat onderzoek, dat geeft misschien de indruk dat minder onderzoek of minder zorg, dat dat makkelijk is. Maar niets is minder waar. Waarom? Omdat we bang zijn iets te verliezen, te missen, het misschien niet goed te doen. En wie er last van heeft, de wetenschap, de patiënten, artsen, de arts als patiënt, ik zal het allemaal langsgaan. Nou, dit is professor Giuliano, die professor die ik ooit bezocht in L.A. De medische wetenschap heeft last van minder. Zeker. En dat hindert bij de invoering van nieuwe behandelingen en in de zorg. Zo is er ooit besloten dat de optelsom van grote studies zwaarder weegt dan de resultaten van één studie. En zo'n regel, dat wreekt zich. Ik laat jullie laten zien. Deze meneer organiseerde een studie bij borstkankerpatiënten met een uitzaaiing in de schildwachtklier. En er werd vervolgens wel of geen okselklierdissectie gedaan. Voor die tijd het was het echt een revolutionaire en dappere studie. Het resultaat? Geen aanvullende okseloperatie. De okseloperatie achterwege laten had geen invloed op de overleving. En hoewel de inclusie te vroeg gestaakt was en er eigenlijk dus te weinig patiënten in de studie zaten, waren de resultaten absoluut klinisch relevant. En veel Amerikaanse ziekenhuizen lieten acuut die operatie achterwege. In Europa zagen wij vooral fronsende wenkbrauwen. Er zaten toch te weinig patiënten in de studie, was er niet te veel bestraald. En om het extra goed te weten, gingen Engeland en Zweden de studie gewoon opnieuw doen. Dan ben je zomaar 15 jaar verder, voordat je naar alle waarschijnlijkheid dezelfde resultaten gaat vinden. En waarom ik dat denk? Dit is een studie op het scherm uit 1970 die 25 jaar follow-up kan laten zien en die vergelijkt een okselklieroperatie met geen okselklieroperatie. En die laat zien dat dat niks aan de overleving toevoegt. De resultaten zijn helaas nooit geïmplementeerd in de zorg, omdat in diezelfde periode een andere studie liet zien dat je chemotherapie moest geven als er meer dan 3 klieren met een uitzaaiing waren. Maar dan moet je wel eerst opereren om dat te weten. Ik zei het al, minder doen is lastig. En dan moet je ook nog weten dat in zo'n herhaalperiode van die Zweedse en die Engelse studie van alles aan de behandeling kan veranderen. En het dus onduidelijk is of die eerste resultaten nog wel houdbaar zijn. Of niet inmiddels overdatum. Niet alleen deze studie kende implementeerproblemen, zoals we dat noemen. Hè? Problemen met het landen in de praktijk. Ook andere studies hebben daar last van. Studies met een afwijkend ontwerp. Een standaardstudie kent 2 armen. Je doet iets wel, je doet iets niet. Nieuwe studies hebben vaak een eenarmig design. Die hebben er last van. Kortom, het is een veel breder probleem. Hoe zit het met patiënten? Hebben die nou last van minder? Nou, een mooi voorbeeld komt van Paul Kill, uroloog. Ik vind het persoonlijk echt het allermooiste voorbeeld wat er is. Want hij liet zien dat dat wel meevalt. Bij prostaatkanker bestaan globaal 2 behandelingen. Opereren of bestralen. Bij bestralen is de seksuele functie na afloop beter, met iets mindere overleving. En bij opereren is het resultaat exact omgekeerd. Paul Kill onderzocht heel netjes wat er gebeurde als hij dit dilemma aan de patiënt ging voorleggen. En waar de gedachte was dat werkelijk al die mannen zouden kiezen voor de betere overleving, bleek dat helemaal niet zo te zijn. Dat bleek alleen voor de jonge mannen te gelden. Oudere mannen kozen veel vaker voor betere seksuele functie en dan maar iets mindere overleving. Dus, mits goed geïnformeerd, willen patiënten helemaal niet altijd meer. Artsen dan, willen zij altijd meer? Een voorbeeld van het tegendeel. Als een oudere patiënt met een gebroken heup een paar jaar geleden het ziekenhuis binnen was gekomen, werd door de traumatologen binnen 24 uur geopereerd, volgens de richtlijn. Diverse patiënten herstelden nooit meer volledig en werden na de operatie naar een verpleeghuis overgeplaatst. Dat lag niet aan de operatie, maar aan de matige conditie waarin mensen binnenkwamen. Tegenwoordig wordt niet meer 1, 2, 3 geopereerd. Alleen als de patiënt fit genoeg is. En als eraan getwijfeld wordt, dan komt er een groot overleg en dan wordt er samen met de patiënt en de familie een weloverwogen plan gemaakt. En het kan dus ook geen operatie zijn. En het mooiste hiervan is dat hier helemaal geen financiële drive achter zit. Want niet opereren levert echt afschuwelijk minder geld op. De arts als patiënt dan. De allerbeste voorbeelden van evengoed met minder komen uit de artswereld zelf. Vraag aan een arts
Wil je gereanimeerd worden? En de meesten zeggen, verschrikt, nee, zeker niet. Of levensverlengende radicale ingrepen in de laatste levensfase? Artsen willen het niet. Deadlines geven voor therapie evenmin. Artsen als patiënt kiezen dus heel vaak bewust voor minder. Nog mooier, minder is soms zelfs meer. Zo blijkt het als het gaat om de laatste 6 maanden van het leven. Dan levert minder doen vaak meer op. En als ik het zo zeg, dan klinkt het misschien strijdig. Maar dat is niet zo. Blijkbaar stellen we in die fase vaak nog redelijk radicale behandelingen voor. Die behandelingen zijn zo radicaal dat we eerder dagen van het leven afhalen dan kwaliteit van leven toevoegen. Hoe dat komt? Ja, het is natuurlijk lastig te herkennen. Wanneer zijn die laatste 6 maanden begonnen? En het streven zou dus moeten zijn proberen die laatste fase te herkennen en dan kwaliteit aan de dagen toe te voegen in plaats van leven eraf te halen. En als je kwaliteit toevoegt, dan volgen in de slipstream vaak ook nog zelfs dagen. De conclusie van dit eerste deel. Er zijn echt hordes in de vertaling van minder onderzoek naar de zorg en in de zorg aan zich. Maar boven voorgaande laat zien dat het even goed kan met minder. En als we de starre bewijsregels maar los durven laten, al denk ik wel dat we hier een beetje hulp van NWO en epidemiologen nodig hebben. Anders kan het nog wel lastig worden. En verder moeten we natuurlijk samen met patiëntenverenigingen dapper uitkomsten van onderzoek durven implementeren. Jullie denken natuurlijk, wat heeft Femke Bol hiermee te maken? Zou ik me zomaar voor kunnen stellen. Nou, dat komt zo. Goed, verder moeten we samen met patiëntenverenigingen dapper uitkomsten van onderzoek durven implementeren. Samen met patiëntenverenigingen dus. Goed geïnformeerd in het gesprek aangaan met de patiënt zelf en kwaliteit van leven voorop stellen. Dan kan de zorg met sprongen vooruit gaan met minder. En hier wil ik de vergelijking maken met Femke Bol, die de winter gebruikte om met minder passen tussen hordes meer snelheid te maken. Los van het feit dat dit niet even goed met minder is, maar zelfs beter met minder, is dit een heel dapper besluit. Het is eigenlijk, kun je dit vergelijken met het implementeren van een hele goede wetenschappelijke studie. En eigenlijk kan je die studie dan weer vergelijken met een WK-finale horde. Want ik denk dat de tijdinvestering voor beide misschien wel heel vergelijkbaar is. En dan kunnen we aan haar een voorbeeld nemen. Want zij rent die finale ook maar 1 keer. Het zorginfarct. Naast mijn visie op onderzoek had ik gezegd, we gaan het ook hebben over onderzoek en zorg en waar het minder kan. Daar wil ik dat buitengewone podium vandaag voor gebruiken. En waarom ik denk dat evengoed met minder daar een heel belangrijk thema is. We kunnen het overal lezen, horen. De zorg stevende op de afgrond af. Er is een beginnend zorginfarct. Misschien is het al wel verder dan dat. De vraag en kosten reizen de pan uit. En er zijn ook te weinig handen aan het bed. Ik ga jullie laten zien waarom de zorgvraag zo indrukwekkend toeneemt. En waarom ik me daar als oncologisch chirurg hier zorgen over maak. En waarom er te weinig handen aan het bed zijn. En waarom ik me zorgen maak over die optelsom van toenemende zorg en gebrek aan handen. En waarom ik denk dat de maatregelen die tot nu toe genomen zijn misschien wel gewoon te mild zijn. Maar er is ook een mooi voorbeeld dat het beter kan. En dat de toekomst niet per se hopeloos is. Ja, dit is denk ik een van de allerbelangrijkste slides. Want deze slide laat de vergrijzing zien. Vergrijzing, het ouder worden van de babyboomgeneratie is verantwoordelijk voor 25% van de stijgende zorgvraag en dus de kosten. Maar de allergrootste veroorzaker, dat is ongezonde leefstijl. Wat is dat nu eigenlijk? Leefstijl gaat over alcohol, bewegen, slapen, wat we eten, gewicht, stress. En eerder werd leefstijl vooral geassocieerd met geitenwolle sokken, politiek links en speldbloem. Corona heeft echter als een katalysator gewerkt voor de aandacht voor leefstijl. Want ineens zag iedereen dat een ongezonde leefstijl resulteerde in een slechtere overleving op de IC. En die slechtere overleving is natuurlijk niet corona-specifiek. Heel veel ziekten ontstaan door ongezonde leefstijl. Zo is alcohol bijvoorbeeld een relatief onbekende verwekker van borstkanker. Verantwoordelijk voor meer dan 500 nieuwe patiënten per jaar. En overgewicht en obesitas geven ook een verhoogd risico op hormoongevoelige borstkanker. En in deze slide kun je links zien in rood
het toenemende aantal hormoongevoelige borstkankers. En als je dan naar de rechterslide ziet, dan zie je dat de grafiek van links eigenlijk parallel omhoog gaat aan de grafiek van rechts. En dat gaat over overgewicht en obesitas. Er wordt geschat dat een kwart van alle borstkankers veroorzaakt worden door overgewicht en obesitas. Dat zijn meer dan 4000 patiënten per jaar. En na de diagnose houdt de ellende niet op. Er zijn bij borstkankeroperaties bij overgewicht en obesitas meer complicaties. Denk pijn, nabloedingen, wondproblemen, dikkere arm, problemen met reconstructies. Er zijn meer complicaties bij bestraling. En daarnaast is de kans op terugkeer groter en de overleving slechter. Als gevolg van de borstkanker, maar ook als gevolg van de slechtere algehele conditie. En daarbovenop is de kwaliteit van leven slechter. Als oncologisch chirurg maak ik me oprecht heel veel zorgen over deze ontwikkelingen. Meer patiënten, meer nasleep. Kanker veroorzaakt gewoon te veel ellende bij patiënten en diegenen die hen lief zijn. Ik ben evengoed oncologisch chirurg voor minder patiënten. En ik denk dat dat voor heel veel collega's geldt. En die hogere aantallen gelden niet alleen voor borstkanker. We zien ze ook terug in de totale kankervoorspelling, te zien in deze slide van IKNL. En leefstijl heeft veel meer impact op gezondheid dan de kans op kanker alleen. Meer dan 200 ziektes zijn leefstijl gerelateerd. Iedereen kent wel de relatie tussen roken en COPD en overgewicht en suikerziekte. Maar ook onbekende relaties zijn er, zoals overgewicht en reuma of overgewicht en verminderde vruchtbaarheid. De World Health Organization schatte in 2005 al dat 50% van alle westerse ziekenhuiszorg veroorzaakt werd door een ongezonde leefstijl. Het kan nu alleen nog maar meer zijn. Nog eens een onbekende leefstijlgerelateerde ziekte is dementie. Maar liefst 40% van alle dementie is leefstijlgerelateerd. Hier staan de risicofactoren netjes om een rij. Van hoge bloeddruk, overgewicht, alcohol, suikerziekte, roken, etc. En dementie is dus naast kanker een ziekte die onze zorg enorm belast. Er zijn nu al 290.000 mensen met dementie, van wie 80.000 in verpleeghuizen. De wachtlijsten zijn nu al groot. 80.000 mensen voor wie je thuis niet meer ging. Over 17 jaar, mind you, zo ver weg is het niet, 2040, hebben we meer dan 500.000 dementiepatiënten. Ik hoef de onmogelijke thuissituaties niet uit te leggen. Dus eigenlijk zouden we tegen die tijd een verdubbeling van de verpleeghuisplekken moeten hebben. Van 80 naar 160.000. Maar die gaan er niet komen. Want geen handen aan het bed, geen geld. Waarom ik dementie specifiek noem vandaag? Omdat het mij raakt. Mijn moeder is een van die 80.000 opgenomen patiënten. Ik weet wat voor leed het veroorzaakt. En als ik denk aan al die onhoudbare situaties in de toekomst waar we geen oplossing voor gaan hebben, dan krijg ik daar buikpijn van. Samengevat, leefstijl leidt dus tot een bizarre stijging van de algehele ziektelood. Op werkelijk ieder domein. En als je ziektelood vergelijkt met het waterpeil en de zorg met een boerderij in de polder, dan hebben we nu al natte voeten. Terwijl het water maar blijft stijgen. Overigens rechts zijn zweetvoeten. Dat zijn geen, ook natte voeten. Waarom er nu al te weinig handen aan het bed zijn. En we zeker niet aan de toekomstige vraag kunnen voldoen. Tja, mensen in de zorg verlaten hun baan. Gelukkig momenteel net iets minder dan eerder. Maar hoe komt dat? Het heeft echt niks met zingeving te maken. Het is de meest zinvolle baan die er bestaat. Maar er is ook veel werkdruk, administratielast, gebrek aan tijd, aandacht, waardering. En als gevolgje van afnemend werkgeluk. Daarnaast speelt ook de niet-marktconforme salariering een rol. Ik denk dat iedereen dit wel herkent. Heel mooi gepoetst, maar het paraafje staat niet op de juiste plek. De administratielast heeft vooral te maken met voortdurende vraag naar kwaliteitskeurmerken, afvinklijsten van inspectie, zorgverzekeraars, overheid. En van al deze controleindicatoren is de een echt zinvoller dan de ander. We zullen een afweging moeten maken. Willen we echt maximale controle? Of durven we dat los te laten en meer op professionals te varen? De zorg kan echt even goed met minder controle. Of beter, daar kan de zorg alleen maar beter van worden. Want iedere seconde overtollige administratie kan niet aan patiëntenzorg besteed worden.
En dan nog het misverstand van de 1 op 6. Ik denk dat iedereen het wel gehoord heeft de afgelopen weken. 1 op 6 werkt al in de zorg en dat moet 1 op 4 worden om alles draaglijk te houden. Maar daar zit een soort angeltje in, want er is wel een verschil tussen in de zorg en aan het bed. Van alle FTE's van de ziekenhuisorganisatie staat slechts 16-33% aan het bed. Daar zitten de tekorten en daar gaan ze verder oplopen. Veel FTE's zijn niet direct met zorg bezig, maar bijvoorbeeld met een verplicht kwaliteitscertificaat als NIAS of onderhandelen met zorgverzekeraars of ze voeren kwaliteitscontroles uit voor de inspectie. Al deze organisaties zullen hun eisenpakket tegen het licht moeten houden. Voegt het voldoen van deze controles echt iets toe? En is het eigenlijk passend en verantwoord dat we dat met zorggeld betalen? Wat ook niet bijdraagt, is het gevoel dat de baan niet altijd evenveel waardering krijgt. Ik denk dat wij mensen met zorgrelatie dit plaatje van links misschien allemaal nog wel herkennen. Het wegrennen van de Tweede Kamerleden om er niet mee te hoeven stemmen over een structureel betere beloning voor de zorgmedewerkers in coronatijd. En veel recenter werd overal inflatiecorrectie toegepast. De zorgverzekeraars regelden dat voor hun eigen personeel in oktober 2022. En toen het de zorg aanging, keken ze weg en oordeelden ze dat dat een taak van de overheid was en hadden zij geen mening. Hoe bijzonder is dat? Zeker vanuit het licht dat het geld voor beide partijen uit dezelfde pot komt. Meer salaris dus. Soms wordt er gezegd, in de zorg werk je niet voor het geld. Maar liefde voor het vak betaalt geen hypotheek. Financiële waardering is dus ook belangrijk. Salarissen moeten vergelijkbaar zijn met banen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Marktconform. Dat staat overigens als punt van aandacht in ISA. Het kan niet zo zijn dat een consultancy-medewerker met een vergelijkbaar opleidingsniveau een ziekenhuisrapportage maakt voor een veel hoger uurtarief, afgetopt met een leaseauto. En dat alles op kosten van diezelfde zorg. Het is dus niet heel gek dat verpleegkundigen voor een veel beter salaris, flexibele werktijden en een auto voor een uitzendbureau gaan werken. Nog een salarisvoorbeeld. De verpleeghuizen lenen op mbo-verzorgenden. Ze werken bij nacht en ontij en hebben echt superveel verantwoordelijkheid. En dat voor een startsalaris dat 200 euro boven het minimumuurloon ligt. Verdienen zij wat zij verdienen? Dat is een quote van Rutger Bregman. Kun je zo met mensen omgaan? En waar zou die salaris dan van betaald moeten worden? Ja, ik dacht, dan komen we ook maar met een oplossing. Mijn voorstel zou zijn, is dat werkelijk iedereen, iedere zorginstelling gerelateerd, zich gaat afvragen of de FTE's die niet direct gerelateerd zijn aan het bed, of die echt zo hard nodig zijn. En dat geldt dus ook voor zorgverzekeraars, waar meer dan 10.000 mensen werken, onder wie mensen die bezig zijn met reclame maken tussen zorgverzekeraars. Sowieso kun je afvragen of de concurrentie tussen zorgverzekeraars inmiddels niet compleet achterhaald is en meer geld kost dan het opbrengt. Wouter Bos is het inmiddels ook met me eens. En hij werd geciteerd in het recente RVS-rapport van afgelopen week. Verder kun je ook afvragen of het een taak van een zorgverzekeraar is een niet-wetenschappelijk onderbouwde app te maken met zorggeld. En als we verder kijken dan ziekenhuizen en zorgverzekeraars, dan heeft bijvoorbeeld het VWS inmiddels bijna 5000 medewerkers, maar ook bijna 100 communicatiemedewerkers. Als we de handen aan het bed willen behouden, dan moeten we samen prioriteit gaan stellen. Mijn conclusie is dat de zorg even goed of zelfs beter kan met minder administratielast. En daardoor minder werkdruk en meer werkgeluk om marktconforme salariering, zoals beloofd in ISA. Waardering en woord en daad, dat verdienen de experts aan het bed. Het gaat niet over mij, mogen duidelijk zijn. Het gaat over de verpleegkundigen. De optelsom van gebrek aan handen en toenemende zorgvraag. Waarom ik me als oncoloog chirurg en persoon zelf hier zo verschrikkelijk veel zorgen over maak. Er is dus duidelijk meer zorgvraag voor de oncologie, dementie dan de zorg aan kan. En dat is helemaal niet alles, want nagenoeg alle zorg neemt toe. De diabeteszorg gaat nu al over de 1 miljoen patiënten. En de verwachting is dat de artrosepatiënten richting de 2 miljoen gaan. En eigenlijk zijn we dus in de zorg aan het dweilen met de kraan open. Met een hardstromende kraan, een bad dat overloopt en nu al te weinig dweilers.
En om dit doemscenario nog erger te maken, leven wij hier in Limburg, in een van de meest vergrijzde regio's van Nederland, met gemiddeld de hoogste leeftijd. Dat betekent dus en de meeste ziektelasten en de minste handen aan het bed. Visualiseer. Rijen ambulances voor de SEH, ziekenhuizen nokkie vol met langliggende patiënten uit en onhoudbare thuissituaties of met een van die meer dan 200 leefstijlgerelateerde ziekten en wachtlijsten voor werkelijk alles. Recent verklaarde CZ-bestuursvoorzitter De Groot dat niet meer gegarandeerd kan worden dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Dat is een milde verwoording van bovenstaand scenario. En het afwenden van dit doemscenario ververgt een heel daadkrachtige aanpak van die kraan, het bad en de dweilers. De kraan dicht. Dat heeft de hoogste urgentie. Echter, dat is een taak van de overheid en de urgentie is daar nog niet altijd voelbaar. Een voorbeeld. Alhoewel Wanda de Kantor dagelijks stevig aan de anti-rookboom schudt, maakt Nederland weinig haast met het uitbreiden van het anti-rookbeleid. Er gold al een rookverbod in openbare gebouwen. Maar terreinen van zorginstellingen, kinderdagverblijf, speeltuinen, sportplaatsen, moeten via zelfregulering rookvrij worden. Daar zijn dus KWF, Longfonds en de Hartstichting in de lead. Hoe bijzonder is dat? Waarom dit niet goed is? In Italië gold eerst een heel strikt anti-rookbeleid. Dat resulteerde in een dramatische daling van het aantal hartinfarcten. Nu is dat strakke beleid een beetje losgelaten. En wat gebeurt er? Het hele daling aan hartinfarct effect is teniet gedaan. Kortom, er moet gewoon een strikt en helder beleid zijn vanuit de overheid. En ja, conform voorlopig preventieakkoord zouden sigaretten duurder worden. Maar dat werd na een intense lobby van VVD en VNO-NCW vertraagd tot april dit jaar. Toen steeg de prijs van een pakje sigaretten met €1,22. Heel eerlijk, ik vind het eigenlijk meer op een inflatiecorrectie lijken na al die tijd. En Nieuw-Zeeland, dat land stelde gewoon een rookverbod in voor jongeren vanaf 2009. En het streeft naar een rookvrije samenleving. En in Nederland zit het aantal jeugdige rokers gewoon weer in de lift. En ook wij hebben een rookvrije generatie als doel. En ik ga jullie laten raden wat het jaartal is daarvan. 2040. U herkent het jaartal. Dat is dat jaartal van die 520.000 dementiepatiënten. 160.000 verpleeghuisplekken nodig, maar niet beschikbaar. En misschien denkt u nu roken is pas de nummer 5 oorzaak van dementie. Maar roken gaat heel vaak samen met hoge bloeddruk. Roken en alcohol gaan ook goed samen. En rokers bewegen minder. Stel nu dat we dat jaartal wat dichterbij zouden leggen. Wat voor impact zou dat hebben op het voorkomen van dementie? Maar uiteraard ook op CPD, longkanker. Maar ook bijvoorbeeld blindheid. Of nog ruimer, op de zorgkosten en de vraag in het algemeen. En soms is er nog iemand die denkt dat roken de maatschappij geld oplevert. Door accijnzen, vroegtijdig overlijden. Echter, op overheidsniveau blijkt dat tegen elkaar weggestreept te kunnen worden tegen gezondheidsverlies, leidend tot een hogere zorgvraag en dus kosten, maar ook verlies aan arbeidsuren. En in deze slide kunnen we zien dat als er veel ziektelast is, dat mensen helemaal niet zoveel eerder overlijden, maar dat ze juist heel veel jaren in ziekte doorbrengen. En ik kan me dan echt afvragen, zouden VNO en VNO-NCW dit geweten hebben toen ze de accijnsverhoging saboteerden? Dat die participatieuren aan het arbeidsproces zo zouden afnemen? Ik denk dat ze het niet wisten. Ja, wat werkt dan wel? Wanda de Kantor die is daar heel inspirerend voor. Serieuze verhoging accijnzen is de belangrijkste knop om aan te draaien. €25 per pakje zou iets moois kunnen zijn. Massamedia met echt hele heldere informatie voor allen, maar ook specifiek gericht op de jeugd. Rookvrije samenleving, rookvrije generatie. Heel moeilijk is het niet. En ik hoop dat ik met het voorgaande heb laten zien dat iedere dag uitstel van radicale maatregelen eigenlijk betekent dat de overheid zowel de burgers als de zorg in de steek laat. Ja, het mooie is, als je op het rechterdeel van de slide kijkt, dan zie je dat het pak sigaretten wel degelijk duurder wordt. Maar €40, maar dan wel in 2040.
Ik hoef het niet te noemen, hè, dat jaartal. Ja, als ik het dus voor het zeggen had, zou ik wandelen aan de kant op bij VWS aannemen, naar een vrije brief geven, gewoon het anti-rookbeleid uitstippelen. Er werken al 5000 mensen. Ik denk dat zij daarbij past. En ik weet nu al wat rokers gaan zeggen, dat het ieders vrijheid is om te roken. Maar hoe eerlijk is dat als je het collectief, inclusief jezelf, genadeloos benadeelt via zorgvraagkosten en handen aan het bed? Ik moest hierbij denken aan het lied van Kleine Orkest. Dat vrijheid niks waard is als je geen geld en geen baan hebt. Ik dacht, ik doe voor mezelf een slokje waterpauze erin. Oké. Dit is dus precies waar het over gaat. Wat is die vrijheid waard om te roken als wij geen zorg kunnen leveren? Als je 17 jaar later longkanker hebt of ernstige dementie en we hebben niks voor je in huis. Alcoholconsumptie. Nou, alcohol kent zijn eigen specifieke ziektegevolgen zoals leververvetting en ontsteking, maar ook kanker. Borstkanker, zoals ik al eerder zei. En leverkanker. En dementie dus. En ook hier ligt de preventielat schrikwekkend laag. Het wordt gestreefd naar minder overmatig alcoholgebruik, minder drinkende jongeren en minder drinkende zwangeren. Met als deadline weer 2040. Ik val in herhaling. U weet wel dat jaartal van die 160.000 verpleeghuisplekken die er nooit gaan komen. Tegelijkertijd wordt in Nederland het pad voor blurring opengelegd. Misschien hebt u ervan gehoord, het gaat over vervagende wetgeving, dat je bij de kapper een glaasje wijn kan drinken, een biertje bij de barbier. En hoe dubbel voelt dat nadat alles wat ik net al verteld heb? Maar gek is dat overheidsbeleid in Nederland niet. Want bij het basispreventieakkoord in 2018 zaten ook de slijterijen en de supermarkten aan tafel. En maar bar weinig mensen uit de zorg. En verder werd onder leiding van Edith Schippers, minister van VWS, in 2011 het mes gezet in de massamediacampagnes gericht tegen alcohol en roken. Ze waren volgens haar betuttelend. En er waren toen al mensen die zeiden dat afschaffen, dat gaat ons duur komen te staan. Ierland was al eerder dapper door als eerste een verregaand anti-rookbeleid in te voeren. Nu zijn ze weer dapper. Tegen de protesten in van Franse en Italiaanse wijnboeren gaan ze waarschuwingen op de etiketten van drankflessen plaatsen. Om mensen bewust te maken van de risico's. Voor de Nederlandse overheid, er is eigenlijk geen tijd meer voor aarzelen, polderen of halfslachtig beleid. Het is alle hens aan dek. Nog zo'n voorbeeld. Overgewicht en obesitas. Die kennen ook hun eigen ziektegevolgen. Meer dan 200 ziektes. Nu al heeft 50% van de volwassenen overgewicht of obesitas. En weer komt 2040 als jaartal terug. Nu zijn het er 50%, dan 60%. Ik val in herhaling als het gaat over dat jaartal, maar ik heb dat er toch ingezet. Die aantallen en de risicofactoren van dementie. De aanpak van overgewicht en obesitas mag en moet veel radicaler. En hier geldt voorkomen is echt veel beter en makkelijker dan genezen. Er zijn heel veel mensen in de zorg bezig om overgewicht te helpen corrigeren. Met leefstijlprogramma's, medicatie en operaties. En afval is echt heel lastig. Want wat gebeurt er nou? Als zo'n vetcel krimpt, dan gaat hij heel hard roepen, ik heb honger, ik heb honger.
En dan spelen er ook nog de veelheid aan oorzaken mee waardoor dat overgewicht is ontstaan. Gebrek aan geld is een hele belangrijke oorzaak. Gebrek aan geld. Armoede en overgewicht zijn, obesitas zijn echt heel ernstig gerelateerd. En dat is niet zo heel gek. Want als het dak boven je hoofd ter discussie staat, dan heeft overleven prioriteit. En gezond leven niet. Zeker niet omdat gezond eten niet alleen duurder, maar echt gewoon veel te duur is. Overal kunnen we concluderen dat preventie en het aanpakken van ongezonde leeftijd weliswaar geld kost, maar het gemis aan gezondheid, voortkomend uit die ongezonde leefstijl door een gebrek aan geld, dat leidt tot zoveel zorgvragen en kosten en uitval op de arbeidsmarkt, dat we eigenlijk vanuit een gezondheidsperspectief moeten concluderen dat we ons als land geen armoede kunnen veroorloven. Voorkomen is dus beter. En ik heb ervoor gekozen 3 preventiegerelateerde onderwerpen te laten passeren. De hoge prijs van appels en peren, circulariteit in de zorg en de jeugd. En er zijn er veel meer, maar er is te weinig tijd vandaag. Hoezo is gezond eten te duur? De overheid denkt al jaren na over btw-verlaging op groente en fruit. Echter, het probleem is te ingewikkeld. Want wat doen we nou met een pizza margarita? Is dat nu groente of fruit of paprika chips? Nog zo'n enorm discutabel item. En verder wordt de prijsdaling als gevolg van de btw-korting en dien ten gevolge de hogere intake van maar 4% te gering gevonden. En hoe zit dat nu eigenlijk? De hoge prijs van fruit in de supermarkt wordt vooral bepaald door de hoge marge van de supermarkten. Zij maken de grootste winst, terwijl ze de telers een bodemprijs betalen. 2 euro voor de supermarkt versus 40 eurocent voor de fruitteler. Dat is normaal in Nederland. Het wordt tijd, vind ik, dat de overheid een bovenmarge stelt en de winst op gezonde producten. Denk 20% max. Ook wordt er gesproken over suikertax. Extra belasting op overmatig suikerbevattende producten. Die visie is echter te beperkt, denk ik. De supermarkt is namelijk voor 80% gevuld met voedsel dat we voor een gezonde leefstijl gewoon niet nodig hebben. Het is te zout, te vet of te zoet. Dit draagt bij aan de enorme megawinsten van de supermarkten, maar is dus ook mede verantwoordelijk voor de toename van de zorgvraag en kosten. Wordt het niet tijd dat de grote winsten die gemaakt worden ten faveur van een ongezonde leefstijl terugvloeien in de kas waaruit de zorggevolgen van die ongezonde leefstijl betaald worden? Het is niet meer van deze maatschappij dat we als maatschappij de zorgkosten betalen, terwijl de winst in de zakken van ondernemers en aandeelhouders terugvloeit. Je kan het zorgcirculariteit noemen. De verzieker betaalt. En hiermee worden de verkoper en maker mede verantwoordelijk voor de gevolgen en wordt gezondheid weer een collectief belang. De samenvatting van het voorgaande. Eerder vergelijk ik de toekomst van de zorg met de ondergang van de Titanic. De realiteit is dat die vergelijking niet opgaat, want de Titanic had 2200 mensen aan boord, van wie 1/3 van de opvarenden overleefden. Ik hoop dat inmiddels helder is dat het zorgdoemscenario van 2040 iedereen gaat raken. Als het niet als patiënt is, dan wel als mantelzorger of zorgmedewerker. De kraan moet dicht, helemaal en snel. Preventie verdient daarhalve alle aandacht en investering. Iedere euro geïnvesteerd in preventie verdient zichzelf vele malen terug in de zorg. En dat is lekker verdienen, want tegenover het karige preventiebudget van 200 miljoen staat een zorgbudget van 100 miljard. De jeugd heeft de toekomst. Als voorkomen het allerbeste is, dan kunnen we bij de jeugd de allergrootste slag slaan. En het is de hoogste tijd, want nu al heeft 25% van de kinderen en jongvolwassenen overgewicht of obesitas. Bij kinderen gaat het over te ongezond eten en een gebrek aan bewegen. En uiteraard gaat het over de ouders als voorbeeld, maar gebrek aan geld is de basis als het hierover gaat. Ook hier worden stappen naar oplossingen gezet, met bijvoorbeeld het ontbijt of lunch in de klas. Want een niet gevoed brein zorgt dat een kind zich niet goed kan concentreren. En als je alle kinderen goede kansen wil geven, gelijke kansen, dan is dit wel iets waar we naartoe moeten. De overheid is hiermee bezig en heeft een aanvraag uitgegeven naar alle scholen van: willen jullie daaraan deelnemen? Dat kan als 30% of meer leerlingen uit de lage inkomensklasses komen. 1 op de 8 scholen heeft een aanvraag ingediend.
voor 300.000 van de 2,4 miljoen kinderen in basis- en voortgezet onderwijs. Veel, hè? Ik vind het echt heel veel. Tegelijkertijd, wat doe je als school als je die 30% net niet haalt? En ontbijt of lunch, dat is nu de keuze. Wat voor keuze is dat? Maar goed, het begin is er. Bewegen, dat afgenomen bewegen dan. Hoe zit dat? Het begint eigenlijk al jong, want waar we vroeger links zagen, zien we rechts tegenwoordig vooral de bakfiets. En omdat gymles tegenwoordig door bevoegde docenten gegeven moet worden, valt het vaker uit. En schoolzwemmen is ook bijna overal afgeschaft. Er is overigens een heleboel waarom mensen de bakfiets pakken. Hè? En dat heeft ook met verkeersveiligheid te maken. Speelplaatsen nodigen niet meer uit tot bewegen, hè, als je hier naar rechts kijkt. En buitenspelen is eigenlijk een soort van uit. Minder dan 15% van de huidige schoolkinderen, lagere schoolkinderen, speelt nog iedere dag buiten. 20% zelden of nooit. En dat terwijl kinderen die veel buiten spelen gelukkiger en gezonder zijn. Ze hebben minder verkoudheden, een betere motoriek, balans. Ze zijn creatiever en maken makkelijke vrienden. En ze zijn 's avonds moe en dan slapen ze beter. En waarom wordt er minder buiten gespeeld? Ja, kinderen hebben het gewoon heel druk. Bijvoorbeeld met buitenschoolse opvang. En los daarvan, en daar kan je ook wel wat van vinden, hebben we in Nederland meer plaats buiten om onze auto's te parkeren dan er oppervlakte voor kinderen is om te spelen. Oké, meer bewegen buiten dus. En dat kan overal. En om te beginnen onder schooltijden op een uitnodigend schoolplein. Scholen, gemeente en als Escape, IVN, pak hier samen heel mooi de handschoen op. Heel mooi. En als het gaat over het goede voorbeeld geven, dat we meer mogen bewegen, dat geldt echt niet alleen voor de jeugd. Dat geldt ook voor volwassenen. Tenminste, 150 minuten is de richtlijn van de WHO. De helft van de volwassenen voldoet er niet aan. En dan heeft de WHO het ook nog recent opgehoogd naar bijna 150 tot 300. Hoe we er wel kunnen komen, laaghangend fruit. Pak gewoon de gewone fiets. Ik denk dat iedereen mijn haat-liefdeverhouding met de elektrische fiets inmiddels wel kent. Pak de trap, wandel naar de supermarkt en sporten als vergrotende trap van bewegen voor iedereen. Voor de steeds minder sportende jeugd is dit zo belangrijk, zeker in het kader van de balans met de 3,5 uur gemiddelde schermtijd. Er wordt gegamed en gekeken naar Netflix en allerlei verslavende apps als Insta, Snap en TikTok. Overigens vindt de jeugd dat zelf ook te veel. En dan onderkent zij de negatieve effecten op sociaal en psychisch welzijn. Wij, ouders, scholen en overheid zullen dat samen met hun moeten reguleren. En het goede voorbeeld geven. Met schermtijdgedrag, maar ook met bewegen. Wat betreft dat meer bewegen, er zijn al veel organisaties mee bezig. Bijvoorbeeld via het Gala-akkoord. Dat is nog wel interessant. Daar zit een overheidsinvestering in van 150 miljoen. Versus 100 miljard voor de zorg. En dan zijn er nog NOC, NSF, initiatieven en de Beweegalliantie onder leiding van Carl Verheijen. Het doel van de laatste is dat 75% van de volwassenen aan de beweegnorm gaat voldoen. En u raadt het al, wat het streefjaartal is voor dat bewegen. Mijn idee, iemand moet voor Maastricht-Heuveland de volmacht gaan krijgen om alles te bundelen en echt op korte termijn in beweging te zetten. Ik zat zelf te denken aan Tom Dumoulin. Hij vond het oké dat ik hem hier noemde, als voorvechter van een sportende jeugd. Er is hoop. De Finse stad Seinäjoki startte een programma gericht op gezonde jeugd. En in 7 jaar tijd halveerde het aantal kinderen met overgewicht en obesitas. Door een hele pragmatische aanpak. Voorlichting aan zwangere vrouwen, gezonde schoolmaaltijden op school, meer bewegen in de klas. Zelfs fitnessapparatuur in de klas. Dat zorgt voor een beter doorbloed brein en kinderen die dus gewoon beter opletten. En wat zeggen die leraren? We vinden het niet onrustig, het is veel rustiger in de klas. En gezonder is gelukkiger. De conclusie is dat de impact van een ongezonde leefstijl dramatisch is. Het is een doemscenario vergelijkbaar met de ondergang van de Titanic, maar dan nog net een slagje erger. Het huidige overheidsbeleid gericht op leefstijl is te mild. En 2040 is eigenlijk te ver weg als preventie de deadline en te dichtbij als het gaat om het dreigende zorginfarct. Geld steken in preventie en zeker voor de jeugd is het beste aandeel in de toekomst. Want voorkomen is beter dan genezen. Ja. ik dacht, oh, ik, ik,
ik was bij de oratie laatst van iemand anders en die zei van tevoren al, ik ga het niet droog houden. Ik vond het heel spannend, maar ik vond het heel tof. Ik ga jullie wat foto's laten zien van collega's en mensen die me heel dierbaar zijn. En ik ga er maar gewoon een heel scrollen zonder iets erbij te zeggen. Er zijn ook een heleboel mensen die er niet in staan. Onco-zonegroepen, Sonkos, NVCO, NVVH-mensen. Excuses als jullie niet instaan, maar anders zou het echt veel te lang worden. Dit zijn mensen die me echt altijd de wind in de zeilen gegund hebben. Dit is mijn onderzoeksteam. Hoe mooi is dat? En dan heb ik het nog niet eens over alle WES-studenten en andere studenten die mee hebben geholpen met al het onderzoek wat we doen. Ik ben enorm trots op deze groep. Ja, heel saai. Ik had geen tijd meer om er logo's van te maken. Maar je krijgt best wel wat geld voor onderzoek om alles te kunnen draaien. Dank aan al deze. Familie. Oh, sorry, vrienden. Familie. Ja. Early Alzheimer. Ja. Even kijken. En van heel dichtbij. Zonder Rens stond je niet vandaag. Ik heb gesproken. Dankjewel. Nou, ik had niks te veel beloofd. Heel erg mooi, professor Smit. Verbaast me overigens niet dat je Femke Bol als model naar voren hebt gehaald. Die heeft inderdaad de hele winter gebruikt om minder passen tussen de hordes te zetten op de 400 horden. En het interessante is, die is van 15 stappen tussen de hordes naar 14 gegaan. Dat is één stap minder, maar de implicatie is dat ze dus steeds met de andere been moet afzetten voor de volgende horde. En dat is wel heel erg typerend voor jou. Je bent heel erg veelzijdig wat dat betreft. Preventie en zorg. Linkerbeen, rechterbeen. En dat zagen we heel mooi terug in het verhaal. Wetenschap, politiek. Er zijn heel veel wetenschappers die combinatie niet durven te maken. Hè? Die niet met dat andere been durven af te zetten. Dus dat vind ik echt heel knap om te zien. Patiënten, maar ook burgers. Hè? Die patiënt is een burger als die de deur uitloopt van je ziekenhuis. En ik vind het heel mooi dat je die combinatie hebt weten te leggen. Wij zijn als Universiteit Maastricht ook heel blij dat jij je aan ons verbonden hebt. En dat je hele goede ideeën nog veel verder gaat uitzoeken. Hiermee sluit ik het officiële gedeelte van deze academische zitting af. En we gaan zo meteen naar de receptie. Die zal buiten plaats vinden, naar ik aanneem, met dit weer. Ik zie Marjolein knikken. En als u ons volgt, dan komt hij daar vanzelf. Mijn advies is om niet achter ons, daarmee bedoel ik de hoogleraren, in de rij te gaan staan. Want dat kan zomaar een tijdje duren dat je dan in die rij staat. Dus zoek gewoon een plekje op de binnenplaats. En hou Marjolein ondertussen een beetje in de gaten. En als je ziet dat ze ergens wat ruimte begint te krijgen om jouw felicitaties te ontvangen, maak daar dan gebruik van. Hierbij sluit ik nogmaals, had ik al gezegd, deze academische zitting. Ik wens iedereen een hele fijne dag.